Dag beste kijkers van TV Radio Mozaïek, de zieke en oudere omroep in de Liemers. We heten alle kijkers van harte welkom bij het door onze vrijwilligers samengestelde maandoverzicht van januari. We wensen u veel kijkplezier. In dit maandoverzicht hebben we weer een aantal leuke reportages voor u. Het traditionele karbietschieten, dit keer in Angerlo. Een mooie impressie van het IJsbeeldenfestival. De flitsen uit Montferland. De nieuwjaarsduik in de Breuli in Zevenaar. Een impressie van het optreden van de JJ Jazzman Band. De Midwinterhoorntocht rond Zevenaar. En een verslag over de jaarlijkse ijsbaan in Duiven. Met oudjaar wordt traditioneel in het oosten van ons land op verschillende plaatsen met karbiet geschoten. En deze keer was het in Angerlo. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om het karbietschieten zelf, maar ook om de gezelligheid. TV Mozaïek maakte er een reportage over. Camera en montage is door Gerard Bronkhorst. Dit zijn de enthousiastelingen hier in Angerlo voor het oudjaarschieten. En jullie zijn nu hier ook aan het schieten? Oudjaar. Ja, wij schieten hier al 6 jaar. Al 6 jaar? Al 6 jaar. Tenminste, ik schiet al 6 jaar, de rest schiet al langer dan ik. Zo. Dus ja, het is eigenlijk één groot feestje. Mooi zo. Ja. Tot hoe lang gaat het door? Wij schieten hier tot 4:30. Tot 4:30? Ja, oké, ben je net op tijd? Ja, daarom okay. Ben je net op tijd. Mooi. Dus kan je tenminste mooi dadelijk nog een paar schoten meemaken. Klopt. Ja. Hoef je niet op te halen, hè? De ballen. Als het even kan. Nee, oké. Okay. In ieder geval bedankt. Niks te danken. Ik zal jullie eens kijken voor hoe jullie schieten. Komt helemaal goed. Mooi. Prima. Zo worden de ballen erin gehengst, of niet? Jazeker. Zo. Dit zijn de enthousiastelingen hier in Angerlo voor het oudjaarschieten. Met ballen. Nou, we wachten tot de eerste range komt. Dus nog even geduld. Nou, de eerste vlammen gaan erbij. Dat was de carousel. Jeetje, nog een liter. Ja, je had er 0,5 liter water in. En de kinderen mogen de ballen weer ophalen. Zo eenvoudig gaat dat hier. Nou, het gisten van de melkbussen is weer aan de gang. Want kijk, de lamp, die brandt weer. Zo, we gaan. Zo, nou eens even pauze. Dus we gaan een flesje bier drinken. Ja, dat klopt. Dat is Huntelaar. Dat klopt. Ik denk al. Zit je hier in de express ook? Dat is het karbiet. Ja. Dat is kruis. Dat is kruis. En dat doe je erin. En dan gooi je water overheen en dan krijg je een chemische reactie. En daar krijg je op een gegeven moment die gasvorming van, waardoor je die beste knal krijgt. Hoe lang wacht je na het water erbij te doen? Dat is heel verschillend. De ene keer is het 2 minuten, de andere keer is het 1 minuut. Het ligt er maar net aan wanneer wij willen schieten. Oké. Maar hoe langer je wacht, hoe meer gas erin komt. Hoe meer gas, maar op een gegeven moment zit de bus vol. En volle kan hij niet, dus dan gooit hij het gas via de achterkant gooit hij eruit. Oké. Goed zo. Nou, de carousel is aan het rijpen.
En als we even naar achteren kijken, dan zijn ze ook bijna klaar. Nou, de bal erin. Water erin. De bal erin. Nu even aandrukken. Kijk. Oh, dat is niet de bedoeling. Even aandrukken, alle ballen. Nou. Dan komt de carousel aan de beurt. Even ronddraaien. Zo. Nou, en daar liggen de ballen. In Op Stap gaan we dit keer naar het IJsbeeldenfestival in de IJsselhallen in Zwolle. Van deze ijskoude, adembenemende wereld van sneeuw en ijs hebben Vincent en Petra Bloemberg de volgende reportage gemaakt. Tot magische reis. Het Nederlandse IJsbeeldenfestival 2019 is het grootste ijsbeeldenfestival van Europa. Dan mag je als bezoeker de mooiste sculpturen verwachten die door de beste ijskunstenaars ter wereld zijn gemaakt. Daarom worden er 40 tot 50 internationale ijscaravans uitgenodigd om het creatieve concept te realiseren. Voor het IJsbeeldenfestival is maar liefst 250.000 kilo sneeuw en 250.000 kilo ijs benodigd. Dit wordt gehaald bij een ijsfabriek in Frankrijk, die regenwater op een duurzame manier bevriest tot gladde ijsblokken. Het is min 10 graden in de loods waar het Nederlandse IJsbeeldenfestival dit jaar plaatsvindt. Dat is nodig om de sneeuw en ijsbeelden bevroren te houden. Van 15 december 2018 tot en met 3 maart 2019 strijkt de adembenedende wereld van kraakhelder ijs en glinsterende sneeuw neer bij de ijshallen in Zwolle. Tijdens het Nederlandse IJsbeeldenfestival 2019 maak je een magische reis langs tientallen levensgrote sneeuw- en ijssculpturen. Het thema van dit jaar is wereldberoemde verhalen. Thank you.
Deze keer in Flitsen uit Montferland. De sloop van de Maalderij in Lol om plaats te maken voor de nieuwbouw van 13 appartementen. Het Warm Winterlichtfestival 2018 in Braamt. Beelden met licht en muziek. En op 6 januari 2019 was weer de nieuwjaarsloop in Didam georganiseerd door voetbalclub DVC. En zoals elke maand worden flitsen in Montferland gemaakt door Jan en Jeanne de Vrucht. In oktober 2017 maakten wij melding van de sloop van de Maalderij in Lol, om plaats te maken voor 13 appartementen. De Maalderij in Lol, waar tot 1990 veevoer werd gemalen, wordt gesloopt. Op verzoek van de carnavalsvereniging, die op deze plaats een onderkomen had voor de bouw van een wagen, werd de sloop uitgesteld. In november 2018 kwam het er toch van. Op vakkundige wijze werd het pand gesloopt. In januari is begonnen met de bouw van de 13 appartementen. Thank you.
vallen van een jongetje, of niet? Ja. Op 6 januari werd in Didam de DVC Nevelhorstloop gehouden. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op de Nevelhorstloop 2019. Vanaf deze plaats wensen wij jullie namens DVC de beste wensen voor 2019. Goeie warming up voordat we gaan lopen. Los met de Timo loopt in 9:25. De ronde is ongeveer een kleine 2 kilometer. Nummer 10 van Thijs Peters, nummer 63. Nummer 533 Koen. En een tijd van 8 minuten. Nummers graag inleveren bij de begeleiding. En de nummers kunnen van daaruit terug naar de organisatie van Nevelhorstloop. Dus nummers graag inleveren. Voor de deelnemers en toeschouwers. Is warme chocolademelk buiten bij de kantine. In de kantine staat lekkere ettensoep. En maar in de eerste plaats dan ligt het 6 uur ja met de meisjes. Tijd van 12:30 als goed is. Voor Emma. Emma en de meisjes staan. En op eerste plaats Finn Nas. Tijd van 10 minuten en 2 seconden. Dan gaan we naar de leeftijdscategorie. Dan gaan we naar de 4, 3, 2.
januari van dit jaar werd alweer voor de derde keer de nieuwjaarsduik georganiseerd. Dit keer ging de opbrengst van deze koude opdracht naar het Ronald McDonald Fonds in Arnhem. We gaan kijken naar een reportage van Tom van der Veer. In het anders zo rustige Bruiliegebied wordt 2018 weggeblazen door de midwinterblazers. 2019 staat voor de deur. En traditiegetrouw gebeurt dat altijd met een nieuwjaarsduik. Dit jaar is het doel wat gesteund wordt, is het Ronald McDonald Huis in Arnhem. Goedemorgen allemaal. Allereerst een heel gelukkig nieuwjaar. We zijn hier bij de organisatie van de Ter Heerd Nieuwjaarsduik. En dit is de derde Ter Heerd Nieuwjaarsduik. Vandaag is de opbrengst voor het goede doel het Ronald McDonald Huis in Arnhem. Dit is een soort hotel waar dus de kamers opgeknapt gaan worden. En dat is voor ouders met zieke kinderen die nadat ze een behandeling hebben gehad, daar ook een vakantie kunnen houden. En daar is heel veel geld voor nodig. Dus vandaar dat wij dat goede doel gekozen hebben om geld in te zamelen. Volgend jaar zal de organisatie anders gaan en dan gaat het geld naar een vereniging die geld nodig heeft. En de verenigingen kunnen zich dus ook aanmelden bij de Stichting Goede Doelen van Ter Heerd. En dan kunnen ze helpen met de organisatie van de Ter Heerd. Het allereerste jaar hadden we 45 deelnemers, dat was boven verwachting. Het jaar erop hadden we het dubbele aantal deelnemers, dat waren de 95. Nou, en we hopen natuurlijk dat dit jaar weer het aantal verdubbeld zal zijn. Dus dan zal de opbrengst voor Ronald McDonald Huis in Arnhem nog meer zijn. En daar hopen we dus op. Het is droog, het is warm. Dus ik zou zeggen, kom allemaal volgend jaar voor de verenigingen. Want dit jaar wordt het nog uitgezonden. Vandaar. Mooi, dankjewel. Wil je meedoen, dan moet je €10 betalen. Inschrijfgeld. En dat wordt weer gebruikt ter ondersteuning van het Ronald McDonald Huis. Er was veel publiek dit jaar. Ja, we zijn vandaag in Oud-Zevenaar bij de Breuli. We zijn gevraagd, en wie is wij? Het Ronald McDonald Huis in Arnhem. Wij zijn gevraagd als goede doel. En dan willen ze graag een aantal mensen erbij hebben die dat goede doel wat duidelijker kunnen maken. Mijn naam is Paul Herengaven. Ik ben vrijwilliger in het Ronald McDonald Huis. Elke donderdagavond heb ik dienst. En wat gaan we vandaag doen? We gaan proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor een, noem het maar, een soort renovatie van het Ronald McDonald Huis te bewerkstelligen. Volgend jaar. Nee, dat is uit. Dus dit jaar. Dit jaar bestaan wij 10 jaar. En een aantal materialen, meubelstukken zijn toch wel aan vernieuwing toe. En we zijn hard bezig geld bij elkaar te sprokkelen om dat voor elkaar te krijgen. En we hopen vandaag het eerste steentje van 2019 bij elkaar te sprokkelen. Ik ben heel benieuwd. Ja, hartstikke bedankt. We moeten nog even wachten voordat het startsein gegeven wordt. Een oliebol gaat er altijd in. Het publiek, voorzien van rode Unox-petjes, wacht geduldig. Toeschouwers stromen toe en de kinderen staan al klaar om het water in te duiken. Gaan eerst de kleintjes en daarna de grote. Nou dames, succes ermee, hè. Degene die mee willen doen, voor de hekken alstublieft. Kom voor de hekken vast klaarstaan in de stadskots. Ja. Zijn de meeste mensen hem?
Nog 2 minuten zie ik achter van de hoofdscheidsrechter. Ja, we moeten streven. En geduldig wachten. En maar wachten. Over 2 minuten gaat het dan toch gebeuren. Je kunt niet meer terug. Daar gaan ze dan. De kleintjes mogen eerst. U ziet het, dartelend in het koude water. Eventjes de teen voelen en dan gauw weer terug. Hij heeft ons beloofd dat hij zelf ook mee gaat doen. Hij komt daar al achter de prullenbak vandaan. Ja, daar is die Ronald McDonald zelf. Geweldig dat hij ook meedoet. Geef hem een applaus. We kijken even naar de schuinheuvel. Goede start voor het nieuwe jaar. Een frisse duik, dat is wat mensen voor doen. Geweldig. En dan nu eindelijk de grote onder ons. De Bikkels. Jawel. Of het totaal aantal duikers 100 gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar misschien volgend jaar toch nog wel weer meer. Dan zullen we de stand bijhouden. Ja, en na zo'n duik smaakt een bordje ertessoep wel. En ik kan je verzekeren, het was lekkere soep. Maar het was niet alleen soep, het was ook een lekkere Jägermeister. Die heeft het best gesmaakt. Proost. En toen was het weer stil. Net zo stil als in het begin. We gaan kijken naar een impressie van het nieuwjaarsconcert van de JJ's Border Jazzman Band in Zevenaar. De hele film wordt ook uitgezonden als special. Een reportage door Tom van der Veer en Henk Schipper.
30 december 2018 was de Midwinterhoorntocht in Zevenaar. Deze wandel- en fietstocht ging langs diverse bijzondere locaties in Zevenaar en omstreken. Onderweg stonden de Midwinterhoornblazers en er waren diverse activiteiten. Een reportage gemaakt door Tom van der Veer. Hallo, ik ben Ruud Berkel. Ik zit in de organisatie van de Midwinterhoorntocht Zevenaar. Het is dit jaar de 6e editie en hebben de route een keer verlegd. We wilden een keer wat anders. We hebben de route naar Goessen hebben we erbij in opgenomen. En we gaan via de kerk en de Wellinghoeve, dat is het verste punt. Ook stevig startpunt voor de mensen vanuit Duiven. En dit jaar hebben we nieuw de Happen en Stappen tram. Kunnen mensen voor een klein bedrag kunnen ze met de koets mee. En die gaat dan een korte route door Oud-Zevenaar en Hooi. En bij verschillende evenementen, de Buitenmolen, de Pannoven, de Breulie, de kerk in Oud-Zevenaar. De molens gaan we daar. Ja, deze tocht kunnen we dan absoluut niet zonder vrijwilligers. Wij hebben een 40-tal vrijwilligers die deeltje van blaast. Wij zitten bij de Groep Berg in Zeerenberg. Maar zonder de vrijwilligers van die bij de locatie staan, kunnen wij eigenlijk helemaal niks. Die mensen die zorgen ervoor dat de tocht in goede banen geleid wordt, de mensen de goede richting opgestuurd worden, kunnen dan een beetje horen aan het geluid. Natuurlijk, want wij blazen overal op de locaties met de midwinterhorens. En de mensen die kunnen dan eigenlijk van naar het geluid toe lopen. En ja, daar staan al onze blazers. Een aantal mensen maken ook horens. Dus die bouwen wij allemaal zelf. En dat wordt op 3 locaties wordt het ook gedaan. En de mensen kunnen dan vragen stellen. Die kunnen in feite lekker genieten vandaag. En dat is ons hoofddoel. En er is ook glühwein, hè? Nee, er is overal van alles. Wordt er op de locatie. Ja, dan weet ik waar ik heen moet. Moet Maaike. Van harte welkom bij het eetlokaal hier op onze mooie binnentuin. Waar we vandaag een heerlijke wintermarkt hebben. In samenwerking met de jongens en de meisjes van de Midwinterhoorntocht. Die ze al enige jaren organiseren. Er zijn iets van 900 mensen die gaan op de fiets. Maar vandaag vertrekken er ook 110 mensen vanaf hier. Met een Happen en Stappen Belfior stal tram, zeg maar. Dus die mensen die gaan lekker de hele Limes rond om lekker culinaire hoogstandjes te krijgen. En een stukje te zien van de Midwinterhoorntocht. En daarnaast komen de mensen hier naar onze fantastische wintermarkt. Klein marktje, heel compact zeg maar in onze binnentuin. Waar we iedereen welkom heten met een lekker warm hapje of drankje. Kom ook langs en graag tot de volgende keer. We zijn hier bezig met het maken van bier. We zijn vanochtend om 9:30 begonnen. En we zijn begonnen met wat we noemen het maisje. Daar hebben we dus het mout zeg maar, in het beslag gelegd. En dat hebben we ongeveer 2,5 uur zeg maar, op verschillende temperaturen het zetmeel om laten zetten in suikers. Nou, en die suikers die zitten nu in dit mengsel, dat noemen we wort. En die wort dat is nu aan het koken.
Dat is ook waarom vroeger in de middeleeuwen bier eigenlijk het enige drank was wat veilig gedronken kon worden. Als dit zometeen klaar is, dat is over een half uurtje, dan gaan we het visvat stoppen. Gaat via een warmtewisselaar, gaat het van 100 graden terug naar 20 graden. Dat stopt in het gistvat, 20 liter bier, en we stoppen er wat gist bij. En dan laten we 3 weken staan en dan is het als het goed is bier. En dan gaan we bottelen. En is het ook voor de verkoop? Nee, dat is niet voor de verkoop. Hobby? Dat is puur hobby. We mogen het niet verkopen, dat is puur alleen voor eigen gebruik. In deze bijdrage een filmopname van de tijdelijke ijsbaan in Duiven, waar geschaatst kon worden door jong en oud. Dit is de grootste ijsbaan van Gelderland en er zijn meer dan 100.000 bezoekers geweest. Deze reportage is niet door ons gemaakt, maar is gemaakt door leden van Videoclub Duiven. Ik heb voor de 13e keer een schaatsbaan aangelegd in Duiven. Of u jong bent of oud, iedereen kan weer genieten van de grootste ijsbaan uit de omgeving. Ik ga niet meer zeggen, want we willen nu al het schaatsen natuurlijk. Voordat we gaan beginnen, gaan we eerst even kijken met z'n allen naar een super gave lasershow. Die wordt verzorgd door Light FX. Daarna een kort woordje van onze wethouder, Johan Stoossens. Die niet alleen als wethouder, maar ook als vrijwilliger vanaf het eerste uur betrokken is bij de ijsbaan. En dan gaan we z'n allen aftellen en dan gaan we een maandje feest maken met z'n allen. Heel veel plezier! Nadat de wethouder Goossens de ijsbaan heeft geopend, was de gezellige drukte los. Zowel op het ijs als binnen in de ontspanningsruimte. In de ontspanningsruimte treden diverse bandjes op om het nog gezelliger te maken. We'll be right back.
Ook werd er een Rabobank Curling competitie gehouden, waar groepjes van bedrijven en verenigingen aan deelnamen. Er werd fanatiek gestreden om de beker mee naar huis te mogen nemen. De laatste schaatsdag, als de sirene voor de laatste keer afgaat, is het afgelopen met de ijspret, maar in de ontspanningsruimte gaat de gezelligheid nog lekker door. Tot zover dit maandoverzicht van TVR Mozaïek. We hopen dat u ervan genoten heeft en al onze vrijwilligers hebben met zorg dit maandoverzicht voor u gemaakt. Wilt u meer filmpjes van ons bekijken? Ga dan naar www.radio-mozaïek.nl of op YouTube bij Radio Mozaïek. Namens alle vrijwilligers die dit maandoverzicht hebben gemaakt, bedankt voor het kijken en heel graag
Tot de volgende keer.